Breda Nu. Je weet het meteen. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Hanos ISPC Breda. Welkom bij Smaakmakers, het programma waarin we aan de hand van een bijzonder gerecht een bijzonder persoon leren kennen. Een persoon die op zijn of haar manier smaak geeft aan de stad. En deze week bij ons de gast Christel de Baat. Als toernooidirecteur van Breda Future, het beste future tennistoernooi ter wereld, geeft zij op sportief en organisatorisch gebied smaak aan de stad. Ik ga erop halen. Dag Christel. Dag Marieke. Leuk dat je bij ons te gast wil zijn in het programma Smaakmakers. Zeker in deze voor jullie hele drukke periode. Zo in aanloop naar Breda Future. Wat weer 9 dagen geloof ik toptennis naar Breda gaat brengen. Zeker. Kan je mij kort wat vertellen over Breda Future? Breda Future is een internationaal tennistoernooi voor de prof die aan zijn haar ATP-WTA-punten werkt. En wij zijn 9 dagen hun gast hier in het mooie Breda. Op BLTV aan de Ruiterboslaan. Nou, dat was heel kort en krachtig. En precies de kern. In het programma Smaakmakers gaan we ook de handen uit de mouwen steken. Mm-hmm. Dat doen we altijd, want we gaan hier koken. En deze keer koken we met een voor jou hele bekende, want het is voor jou een collega. Klopt. Tijn Pelkmans van het restaurant De Zwaan in Etten-Leur. Zullen we naar hem toe gaan? Ja, leuk. Ja, doen we. Ik ga je voor. Oké. Okay. Dag Tijn. Hoi. Hallo, al aan de voorbereiding. Hey, collega. Ja, collega's, dus ik hoef jullie niet aan elkaar voor te stellen. Nee, dat is niet nodig. Jullie zijn collega's bij Allianz Restaurant De Zwaan in Etten-Leur. Klopt. Kan je wat vertellen over jullie bedrijf? Ja, zeker. Ik ben Tijn Pelkmans. Ik werk er nu al 6 jaar in de keuken en sinds een paar jaar als sous-chef. Het is een supergezellig bedrijf. We hebben een Michelinster in De Zwaan. We hebben ook een bistro erbij. Hoe lang hebben jullie ster al? Even kijken. Ongeveer. Ik weet het niet precies uit mijn hoofd, maar volgens mij een jaar of 18 geloof ik al. Oké, nou, dat is al een hele tijd. Dan heb je hem en je houdt hem. We houden hem nog steeds. Dus dan verdien je hem zeker. Zeker. Bistro, zei je? Ja, bistro, het lelijke eentje hebben we erbij. Dat is wat toegankelijker. Iets lager in de prijs. Wel super producten, alles vers gemaakt, niks uit het pakje. Maar dat is iets grover, iets meer opschepper, zeg maar. Dat is ook een beetje het. Het concept, ja. Hartstikke leuk. Ja. En gaan we vandaag iets maken van de kaart? Of heb je dit iets heeft anders ooit bedacht? Wel eens een keer op de kaart gestaan, een paar jaar terug. Dat is mijn gerechtje, heb ik bedacht. Is makreel tartaar met fijne voorjaarsgroentes. Probeer een beetje gezond gerecht te maken. Dus alles is een beetje, bijna alles is rauw. Dus makreel is rauw. De courgette. Alles om de vitamine te behouden. En daarbij maak ik een tomatenbouillon. Ja. Die is gekoeld. Die heb ik al op voorhand gemaakt, want dat is wat langer nodig dan een half uurtje. Ja, dat is wat ik doe is tomaten, die doe ik fijn draaien in de keukenmachine. Maar wacht, dat gaan we straks doen, denk ik. Oh ja, maar eerst nog, want we moeten eerst alles halen. We moeten de tomaten halen, tuurlijk, denk ik, en de courgette en de voorjaarsgroenten. Wat voor voorjaarsgroenten gaan we halen? Ja, coronaasperges wil ik sowieso gebruiken, verse doperwten. En wat kleinere dingetjes. Dus, Helemaal goed. Okay. Ga ons voor, want jij kent de weg hier. Dan gaan we boodschappen doen. Prima. Ja? Is goed. Ga je mee? Ja, heel graag. Oké. Loop maar. Kijk, ik heb hier coronaasperges. Die wil ik gaan gebruiken vandaag. Ze noemen het. Ja. Nooit gezien. Ze noemen het coronaasperges, maar het is eigenlijk een familie van de lelieplant. Het heeft in Frankrijk veel geteeld in dit seizoen. Het heeft veel warmte nodig, maar als het regent of het koud wordt, dan mislukt de oogst. Dus het is heel zeldzaam en alleen nu verkrijgbaar op mij. Kort verkrijgbaar, heel leuk. Dus die hebben we nodig. En ik heb nodig wat verse dopertjes. Dat valt erin. Ja, dat is die loopt haaien. Hey, en Tijn, waarom deze? Waarom deze? Ja, deze zien er goed, erg goed uit. Mooi, mooi stevig, mooi groen. Nou, de pul zelf voelt goed aan. En als je hem openmaakt, kijk, er zit een mooie dopert in. Okay. Dus deze nemen we mee. En dan gaan we ons kijkje verder afmaken. Leuk. En dan naar de vis, denk ik, hè? Ja. Okay.
Hey, goedemiddag. Hi. Hallo. Ik ben op zoek naar lekkere makreelfiletjes. Makreeltjes heb ik hier. Ja. Kan ik voor u fileren? Nou, graag. Kraakvers. Vandaag van de afslag. Zoals u ziet, mooi glanzend, heldere oogjes. En een mooi stevig visje. Ja, zeker. Zien er goed erg vers uit. Ja, mooie glanzende ogen. Zijn waar let je eigenlijk op als jij zoiets koopt? Dat die super vers is. Liefst direct van de afslag. Beetje milieuvriendelijk is. Duurzaam. Dat vind ik erg belangrijk. De zee wordt al zo snel leeggevist en moet wel een beetje in balans zijn allemaal natuurlijk. Mm-hmm. En het liefst uit de buurt. Dus deze makreel die komt uit de Noordzee en daar werk ik graag mee. Ja. En hoe verser, hoe mooi steviger de filet dus ook is, op een gegeven moment wordt die wat losser. En daar werkt meneer denk ik liever mee. Ja. Zeker. Ja, goed, doe maar een half kilo alsjeblieft. Half kilo filet voor u? Ja. Zo, ziet u eens. Een makreelfiletjes. Ja, ziet er mooi uit. Ik denk dat ik een lekker gerek mee maken. Alsjeblieft, succes ermee. Dankjewel. En tot ziens. Hoi. En Tijn, ik stuur jou alvast naar de keuken. Ja, dat is je loopt naar achter, maar ik doe je naar voren. Want wij gaan nog even een glaasje wijn proeven bij Charon, wat erbij hoort. Ja. En wij komen straks, Christel komt straks de handen uit de mouw steken bij jou. Oké, okay, ja? Prima. Tot zo. Ja, oké. Gaan wij die kant. Ja. Charon. Hallo, goeiedag. Goeiedag. Dag. Hallo. Christel. Charon, aangenaam. Wij komen een glaasje wijn proeven bij een vette vis, makreel. Vette vis, makreel. Heel rauw bereid. Ja. Heel gezond. Ja. Dus we moeten een beetje tegenwicht met een glaasje. Dat iets wat ongezondere wijn, denk ik. Wijn is ook gezond, maar niet per liter. Nee. Witte wijn zie ik. Riesling, ja. Een van de grote merken uit Duitsland. En die hebben een eerlijke wijnbouw. Ook, organisch werken ze al. Dus. Ben je een wijnliefhebber? Ja, zeker. Ja. Liefst wit of rood? Of, Nagelang de gelegenheid. Ja. En waar het bij gegeten wordt. Ja. Nou, zullen we eens gaan proeven? Ja. We zijn met een dame, dus. Ja. Cheers, de dames eerst. Hebben we ook nog. Past er mooi bij, weet ik zeker. Maar jij zei net, het is lastig bij zo'n vette vis. Vette vis heeft de vetten, de oliën, tranen. Ja. En die kunnen wel eens, als je dan een verkeerde wijn erbij schenkt, een grondsmaak veroorzaken in je mond. Oké. Okay. Daarvoor moet je altijd erg uitkijken. Ook de grote vinologen, die doen het allemaal, anderhalf minuut proeven ze of het wel kan of niet kan. Want dat verschilt ook iedere keer weer. Ja. Ja. Wij gaan het ook proeven straks, want we moeten het ook gecombineerd proeven natuurlijk. Zeker weten, ja. Want Christel, op Breda Future zal ook vast een glaasje wijn worden gedronken. Jazeker, we hebben een fantastische cateraar 9 dagen lang. En je kan bij ons van bier met bitterballen tot een 3-gangen-minuutje met een heerlijk bijpassend glas wijn komen nuttigen. Dus, want naast tennis, zijn er tenten, er is een Breda Future Café, zag ik. Dus er is gewoon van alles te doen, naast alleen al die naar de tenniswedstrijden komen. Ja, zeker. Ja. Nou, Charles, mogen wij de fles meenemen? Natuurlijk. Ja, gaan we eens even kijken of Tijn het ook wat vindt. Huh? Dankjewel. En dan zien we je volgende keer weer. Volgende keer. Oké, dag. 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 Hey. Kijk eens wat we uitgekozen hebben. Kijk aan, Riesling, lekker. Ja. Nou, gaat ik goed. Ik ben heel benieuwd wat die combinatie wordt. Nou, ik denk dat het wel erg lekker is hoor, bij die vette makreel en die tomatenbouillon. Moet helemaal goed komen. Oké. Okay. Ja. Kom maar, ik zet hem wel even koud. Oké. En dan kunnen jullie aan de slag, hè? Nou, is goed. Nou, mag je lekker beginnen met de dopertjes doppen, Christel? Nog nooit gedaan. Nou, dat gaat wel goed. Nee, komen. Nog nooit gedaan? Nee. Net al gezien, hè? Ik zal er even eentje voor doen, het is echt heel simpel. We halen dit eruit. Zo. Ik geld ze zo naar beneden en deze moet in het bakje. In het bakje. Ja, dat gaat me lukken. Is het altijd de vraag hoeveel erin zitten? Ja, nou je houdt er weinig van over. Ja, inderdaad. Van een kilo hou je echt weinig over. Maar ja, nou, het is helemaal echt lekker. Laat jullie en ik kom zo weer even een kijkje nemen. Ja, succes. Ja, prima. Nou, daar staan we dan, collega. Ja. Normaal gezien kom ik altijd even bij je kletsen. Ja. Tijdens de lunch meestal. Ja, maar dan heb ik ook vragen. Ja, dat is ook zo. Ja. En kook je vaak thuis?
Ja, eigenlijk iedere dag. Ja, natuurlijk. Ja. En zijn er dan dingen waar je op let met eten? Of, Ja, ik ben wel van het verse en het gezonde. Mm-hmm. Dus daar probeer ik heel erg op te leggen. Ja. Maar ik heb niet altijd tijd. En als ik zie, dat heb ik bij de zwaan wel gezien in de keuken, hoe arbeidsintensief sommige gerechten kunnen zijn. Ja. Ja, dat krijg ik thuis niet voor elkaar. Nee, dat snap ik. Maar, nou ja, goed, met dit gerechtje proberen we nu wel ook een gezond culinair gerecht te maken. Dus wel, er zit eigenlijk niks in wat niet goed voor je is of minder goed. Het zit vol met vitamine, met eiwitten, alles. Hè, de vetten van de vis zitten vele goede vetten in. Omega 3, omega 6. Veel antioxidanten, dat is ook erg gezond voor je. In de tomatenbouillon zit lycopene. Dat is een hoofdbestanddeel wat de tomaat rood kleurt, zeg maar, om het maar simpel te maken. Maar dat is heel erg gezond voor je. En het schijnt ook zelfs goed te zijn tegen kanker bijvoorbeeld. Oké. Okay. We proberen gewoon een lekker gezond lunchje gerecht van te maken. Ja. Dus. Nou, ik heb er al 7 gedaan. 7? Nou, nog even en dan is dat wel genoeg, hoor. Okay. Ja, goed. Hey Martijn, ben jij thuis veel aan het koken? Nou goed, ik ben 2 keer in de week is vrij en dan kook ik meestal wel. Mijn vriendin kan ook erg goed koken, maar ja, ik vind het leuk om te doen. Dus ik kook graag thuis zelf. Het is niet zo dat je denkt van nou niks meer en makkelijk. En, Nee, dat is wel eens een keer, maar meestal kook ik toch wel graag vers eten. Ja. Ik vind het zonde om dan maar ongezond te eten. Ik bedoel, ik probeer ook wel een beetje op mijn gezondheid te letten. En, Nou, jij hebt natuurlijk een heel intensief beroep. Je maakt lange dagen. Daarom. En ik kan me voorstellen dat je ook aan je eigen gezondheid moet denken. Ja. Ja, dat is zeker zo. De makreel. Een filetmes. Ja, dat is wel voldoende, Christel. Ja? Ja. Zetten we deze even aan de kant. En dan kan je nog een beetje zeker al plukken. Zo. Kijk, we hebben er ook niet veel van nodig, want het is maar voor afwerking. Dit is een beetje houterig stukje. Ja? Dus dat wil ik er niet aan hebben. Dus als je ze zo afknipt, zeg maar even met je vinger, dan is het goed. Oké. Okay. Ja. Ja. Kijk, en die tomatenbouillon die heb ik nu al op voorhand gemaakt. Want als ik dat nu zou moeten doen in een half uur, dat gaat niet afkomen. Dat is te tijdrovend. Ja, precies. Ja. Maar wat ik doe is tomaten, die doe ik in de keukenmachine. Met een knoflookteentje, met wat shallotjes, wat tijm, met rozemarijn, wat basilicum. Dat draai ik helemaal kapot. Dan doe ik het in een pan. En dan hou ik het tegen, of breng ik het aan de kook. Maar niet dat het kookt, maar daar net onder. Voor een uurtje of anderhalf uur. En daarna doe ik het op een neteldoek. Ja. En dan laat ik het uitlekken. En dan heb je een heel heldere tomatenbouillon. Vol met goede bestanddelen. Goed, de vitamine C is wat afgenomen. Maar er zit nog steeds lycopene in. Dus dat antioxidant dat ik het net over had. En dat laat ik dan weer heel rustig inkoken. Tot het echt geconcentreerd is. En dan heb je een mooie, donkere, rode, heldere tomatenbouillon. Okay. Dus dat is lekker. Ja, en dan goed. Mooie combinatie met je vis die je gaat bereiden. Ja, wow, dat ziet er schattig uit, hè? Ja. Het ruikt ook lekker. Zijn jullie al... Je bent goed op weg. Ja, we zijn goed op weg. We zijn er nog niet, maar hij komt helemaal goed. Kan je Christel al missen? Of, Oh ja hoor, natuurlijk. Ja? Dan vraag ik Christel om alvast aan tafel te gaan. Oké. Okay. En dan dat jij het gerecht afmaakt. Ja, is goed. Goed. Ja, schort kan ook. Dankjewel. Dan zie ik je zo aan tafel. Ja, oké. Okay. Ja. Okay. We laten u wat beelden zien van de teaser van Breda Future, de aankomende editie. Van 18 tot en met 26 juni haalt dit bijzondere tennistoernooi weer internationale toptennis naar Breda.
Nou, daar zitten we. Leuk. Uitgewerkt. Ja. En we gaan het hebben over Breda Future. We hebben zojuist wat beelden gezien van de teaser voor 2006, voor dit jaar, 2016. Mm-hmm. En dat geeft ons denk ik een heel erg mooi beeld wat we in die derde week van juni, maar iets langer dan een week, kunnen gaan verwachten. Wat ik ook al net zei, is dat jullie het beste Future toernooi zijn ter wereld in Breda. Dus dat is mooi. Dat is iets om trots op te zijn, denk ik. Kan je daar wat meer over vertellen? Hoe dat is beoordeeld? Ja, wij staan onder auspicie van de International Tennis Federation. En die beoordeelt ons ieder jaar. En daar is dus al 4 jaar op rij uitgekomen dat ze blijkbaar van de dik 500 toernooien in deze categorie ter wereld het beste voor elkaar hebben in Breda. Ja, ja. Nou, dat is fantastisch. Ja. En je zegt van deze categorie toernooien, ja, het is misschien een beetje ingewikkeld, maar ik begrijp dat op de tennisladder van gradaties dat er verschillende type toernooien zijn. Ja. Kan je vertellen welke type? Als je prof wordt, dan is het natuurlijk belangrijk om zo hoog mogelijk op de wereldranking terecht te komen. En dan moet je ATP-punten hebben of WTA. Vrouwen, mannen, vrouwen. Uh-huh. En op het soort toernooi dat wij organiseren, komt de top 300 tot 500 van de wereld binnen. Yeah. En kunnen daar gewoon meer punten verdienen en dus hopelijk doorstromen naar een net hoge categorie toernooi. Heb je na de challengers en daarna de ATP's die je kent van de televisie. Ja. Ja. En een voorbeeld van een ATP in Nederland is bijvoorbeeld? ABN AMRO. ABN AMRO, ja. En ook in Rosmalen, de Rico Open komt er ook weer aan op gras. Dus, okay, maar voor het future type toernooi zijn jullie dus de beste ter wereld. Ja. Wat maakt dit toernooi nou zo aantrekkelijk voor tennissers om te komen? Sowieso de aantrekkelijkheid van, en dat beseffen wij denk ik als Bredaarnaars te weinig, van de stad. We hebben een fantastische organisatie staan. Onze aankleding is uniek. En dat is ook een belangrijke reden waarom we de beste zijn ter wereld. In die zin verwennen we Breda heel erg. En normaal gezien is een future een wedstrijdleiding en blikballen en baan 13 is voor jou veel succes. Ja. Maar bij ons stap je echt daadwerkelijk een park op met internationale allure. En diezelfde ITF beoordeelt ons ook in het rijtje van een $135.000 toernooi. Terwijl we maar een $25.000 toernooi zijn. Maar even aan te geven. Nou, hoe goed we het voor elkaar hebben, dat mag ik toch wel zeggen. Ja. Nou ja, maar als dat zo beoordeeld is voor het 4 jaar op rij, dan is dat zeker iets om trots op te zijn. En ik denk ook de stad Breda moet daar trots op zijn om zo'n sportevenement te mogen hosten, te mogen hebben hier in de stad. Jij zet je ook naast Breda Future wel in de sportraad, ook met de gemeente, om dat ook meer op de agenda te zetten? Ja, de sportraad is eigenlijk een onafhankelijk een overlegorgaan dat gevraagd en ongevraagd onafhankelijk advies geeft aan het college. En wij proberen het sportklimaat en het sportbeleid in de stad te bevorderen. Door ons erg te interesseren in alle takken van sport. Breedte sport, talentontwikkeling, georganiseerd, ongeorganiseerd sporten, bewegingsonderwijs. Dat kan gewoon heel breed uitgevlochten worden. Ja. En daar zet je je dus op die manier voor in. Maar dat vertaalt zich ook weer binnen het toernooi. De breedte sport en... Jazeker. Ja. Wij vermarkten ons ook als Breda Future Plus. En die plus betekent dat wij eigenlijk veel meer zijn dan een tennistoernooi. Dat is natuurlijk wel het belangrijkste wat we doen die 9 dagen lang. Maar onze maatschappelijke kant van de organisatie proberen we ook heel erg te benutten. We zorgen voor... We trappen binnenkort af met de juni tennismaand in samenwerking met Breda Actief. Gaan we in alle wijken in de stad gaan we op woensdagmiddag kinderen aan het het liefst aan het tennissen, maar aan het bewegen is ook al heel goed wat ons betreft. En dat geeft een soort climax op onze Kids Day. Hè? Daar komt die plus vandaan. We hebben allerlei thema's in die week. En op die Kids Day ontvangen we het is geloof ik 800 kinderen vorig jaar. Dat is echt een enorme organisatie, maar heel leuk. Ik krijg heel veel energie van. Gewoon naast alles gaat door. En de hoofdscheidsrechter doet af en toe wel van, moet dat nou? Ja, dat moet. Dus dat vinden we heel belangrijk om te doen. We halen kinderen van de Mithielschool naar ons toe, die een paar uurtjes... Want vaak zit er jammer genoeg niet meer in voor ze, maar... Dus, kennis maken met tennis en gewoon lekker buiten en met een balletje iets proberen. En
We halen ook ieder jaar een goed doel naar Breda Future. Dat is dit jaar het Fonds Gehandicapten Sport. Halen jullie daar geld voor op? Of is dat... Nou, zij. Oh, zij krijgen ons podium. Ja? En zij kunnen in die zin verzinnen wat ze willen. Wat binnen onze organisatie dan weer past. Met een charity dinner op zaterdagavond. En daar zit een veiling bij. En muziek en dansen. En lekker eten en drinken. En op die manier proberen we ervoor te zorgen dat we... Ook in de stad meer verbindingen leggen dan alleen bij het tennis binnen het publiek en de ondernemers en de gemeente en de provincie. Ja, ja, want in een artikel in BN De Stem, wat ik inderdaad van de week las, met de titel Het circus rond de bal, geven jullie ook heel erg aan dat je dit kan alleen maar bestaan met al die partijen, sponsoren, partners om ons heen. Daarom kunnen we die hospitality bieden aan de tennis. Dus daarom kunnen we de beste zijn. Ja. Kan je daar wat over vertellen hoe dat tot stand is gekomen? Of ieder jaar weer tot stand komt? Ja, we hebben gelukkig een hele trouwe groep sponsoren. En ondertussen ook vrienden van het toernooi. En ook partners, maatschappelijke partners vooral, die met ons meedraaien. En ook het belang inzien van... een dergelijk sportevenement in de stad. Er zijn er niet zoveel op dit niveau. En wij zijn in die zin heel kleinschalig, dus je komt elkaar heel makkelijk tegen. We hebben een heel leuk, gezellig promodorp waarin we een bar optuigen. We hebben een ladies day. Daar komt de House of DJs gaat meedraaien dit jaar. Dus, letterlijk meedraaien. En waardoor worden we ook een soort ontmoetingsplek in de stad in die week. Ja. En dat willen we ook heel graag zijn. Hè? Je komt natuurlijk ook voor internationaal tennis, hè, op hoog niveau. Maar daarnaast weet je dat je je vrienden zult zien of je collega's. Of er is een netwerkontvangst waar je even bij moet zijn. En, zeer zeker die plus. Ja, een hele dikke plus. Ja. Het spelersveld, dat is natuurlijk nog... Je zegt net internationaal toptennis, maar we weten nog niet precies wie daar dan komen spelen. Heel vaak zeg je van, goh, er is een evenement, wat kunnen we daar verwachten? Maar dat is in tennis lastig. Ja, en dat is voor ons ook ieder jaar weer in die zin een verrassing dat de inschrijvingen, dat duurt 3 weken. En pas in de laatste week heb je zicht op wie zich daadwerkelijk gaan inschrijven. Dus daar kan ik ook, ik kan geen toezeggingen doen. In die zin is dat voor ons ook ieder jaar weer een verrassing, maar... Ja, het is zo'n diverse groep. Echt, ze komen uit de hele wereld. Van Mauritius tot China, tot Zuid-Amerika, tot... Nou ja, ook in Nederland, want dat is het leuke van dit toernooi. Onze talenten in Nederland hebben een heel laagdrempelige manier om al in een internationale ambiance... kijk eens. Hallo. Dit hoort er ook bij ons. Ja. Althans, op ons toernooi. Dat is erg leuk. Onze playersdesk moet ook zijn talen spreken, want we krijgen van alles over de vloer, letterlijk. En het is ook vaak nog een hele bescheiden groep topsporters, omdat die natuurlijk eraan komen en heel toegankelijk zijn en blij zijn met wat we voor ze optuigen. Maar in principe weet je dat dan, wie er dan daadwerkelijk tegen wie gaat spelen die dagen een week van tevoren? Nee, wie zich inschrijven, dat is op vrijdagavond 6 uur is dat beslist. Maar dan gaan de kwalificaties gaan draaien, want er zijn ook mensen die, er zijn nog plekjes in het hoofdtoernooi die mensen moeten bevechten. En op zondag krijg je de officiële loting en dan gaat het hoofdtoernooi draaien. Ja. En als je zou willen komen... Dan is het gratis, begrepen? Ja, je kan hartstikke gratis. Dat is helemaal bijzonder. Ja. Maar in ieder geval, dat geeft ook weer het laagdrempelige karakter aan natuurlijk. Ja. En hoeveel vrijwilligers hebben jullie wel niet nodig om dit helemaal in de week, te krijgen? In de week rekenen we op 60 man. Ja. En dat varieert van masters, middelbare scholieren die een maatschappelijke stage moeten doen soms. Zo voelen ze dat, maar ik denk heel belangrijk. Mensen die gepensioneerd zijn en het leuk vinden om nog een handje uit te steken en in een groep mee te draaien. Dus dat is een hele leuke, gevarieerde groep mensen. Ook van, of je nou wel of niet met tennis, mensen van andere tennisclubs, maar ook mensen die niet tennissen, maar het wel heel leuk vinden om op hun manier een steentje bij te dragen. En we zouden ook niet zonder kunnen hoor, want het is echt heel belangrijk om dat samen te draaien. Je doet het in het voortraject waarschijnlijk met een kernteam, maar dan echt op de dag zelf. Ja. Nou, ik denk dat het
lekkere gerecht alweer bij. Ik wou zeggen, ik ruik het, maar dat kan niet meer niet, want het is koud. Jullie zijn al voor het vierde jaar op rij tot het beste toernooi beoordeeld. Maar wat zijn de ambities voor de toekomst? Ja, kijk, wij zouden heel graag het beste graveltoernooi van Nederland willen worden. En dat, ja, dat is haalbaar. Oké, en wie bepaalt dat dan? Of hoe, Ja, een hele grote sponsor die opstaat en zegt van... oh, kijk eens. Ik zag je helemaal niet aankomen. Zo geruisloos. Wauw, dat ziet er mooi uit, zeg. Alsjeblieft. Dankjewel, Thijs. Zo. Nou, ik heb hier de makreeltartaar. Met de tomatenbouillon. Ja. Doe ik erin. Een beetje. Zo. Wil je nog iets, ja. Olie bij doen, basilicumolie. Heb ik zelf gemaakt. Basilicumolie, olijfolie met... Met basilicumblaadjes getrokken, ja. Zeg maar. Kunstwerk? Ja. Ja, ik ben het aan het gewend. Ik zie de mooiste dingen naar buiten gedragen worden. Ik ondertussen ook al wel een beetje, maar iedere keer is het toch wel weer heel fijn. Oké. Nou, het is in ieder geval verantwoord, dus geniet ervan. Dankjewel. Een fijne voortzetting. Jij dankjewel. En het zijn ontzettend veel succes in Etten-Leur. En kom zeker een keertje langs. Ja, goed. Ja? Altijd welkom. Oké. Okay. Dankjewel. Dankjewel. Ja, ziet er goed uit. Christel, ik wil jou ook bedanken sowieso natuurlijk. Dat jij hier bij ons te gast wilde zijn. En in deze twee weken voordat het daadwerkelijk plaats gaat vinden, tijd hebt gevonden. Heel leuk om te zien hoe jij gepassioneerd bezig bent om dit evenement nog mooier te maken. En sportevenementen op de agenda te zetten binnen Breda. Zullen we een hapje gaan proeven? Ja, graag. Eens eventjes kijken. Want als je dit nou zelf wil maken, dan zetten we dit gerecht ook altijd op onze Facebookpagina. Eerst even proeven. En dit was het weer, Smaakmakers voor deze week. Volgende keer bij ons te gast twee vrijwilligers van het Brakkenfestival. Het grootste kinderevenement in de zomervakantie van West-Brabant. Graag tot dan. En eet smakelijk. Ja, het is heel lekker. Mogen we het echt opeten? Ja. Ja, mag ik namelijk nooit. Het programma werd mede mogelijk gemaakt door Hanos ISPC Breda.